Deze week staat in het teken van de vestiging van Chinezen in Suriname 165 jaar geleden. De viering van de activiteiten in het kader van deze dag zijn afgelopen zondag ingeluid bij de vestiging van Sunyi aan de Wilhelminastraat. Gisteravond is in de Witte Lotus een receptie gehouden. Naast de verschillende toespraken waren er ook dans- en zangoptredens. De Chinese ambassadeur in Suriname, Liu Quan, gaf aan dat het uitroepen van 20 oktober tot eenmalige Nationale Vrijdag een teken is dat dit een feest is voor alle Surinamers. Ook hebben wij veel ondersteuning gehad van alle kanten voor het organiseren van het feest. Ik ben hier. Guangdong, vooral de Guangdong Art Delegatie, die helemaal vanuit China naar Suriname zal komen, speciaal voor het event. Jiangwei, Suriname, Kosui, de Min, Jansen, Tongo, Tweekaus, Nazati, Musu, de Minue. Ze zullen voor ons brengen niet alleen de acrobaten, maar de solo, zang en dans. 10月20日晚到，请欢迎大家10月20日晚到独立广场观看演出。 Ik verwelkom u allen op 20 oktober op onafhankelijkheidsplein. De zijn voor onze feest. De Chinese vrienden uit Curaçao gaven ook een wervelende voorstelling getiteld Struisvogel. Daarnaast is ook de integratie van de Chinezen in Suriname gedemonstreerd door mevrouw Ramcharan, die een combinatie Hindi-Chinees lied ten gehore bracht. De avond werd verder gevuld met optredens van verschillende sociaal-culturele groeperingen.